Zuster Marie-Lies, vandaag spreekt het evangelie over een blinde. Bartimaeus wordt hij genoemd in een van de evangelies. En die blinde woont in Jericho. Blindheid lijkt me een van de ergste dingen die er zijn. Dan zie je niets. Complete duisternis, dag en nacht. Die duisternis kunnen wij ook meemaken in ons leven. Hebt u die ook in uw leven persoonlijk alles meegemaakt? Ja, als ik dan terug ga in mijn eigen leven, dan moet ik eigenlijk denken aan zo'n ruim 10 jaar geleden. Toen heb ik een hele grote operatie gehad, waarvan men eigenlijk ook een beetje vreesde voor mijn leven. En daar ben ik op een hele wonderlijke manier goed uitgekomen, maar ik moest daarna toch wel vrij lang revalideren. En die periode daarna, dat was toch eigenlijk wel een moeilijke periode, want ja, je kunt niet veel en de tijd duurt lang en dan vraag je je wel een beetje af van, ja, wat je bent op een wonderlijke manier eruit gekomen en God heeft een plan en een nieuwe missie, maar welke missie is dat dan? Zou je dat kunnen vergelijken met een donkere nacht waar, ja, dus weliswaar, u bent in leven gebleven, je had ook kunnen sterven bij die operatie, zeg. Dat was een reëel gevaar. Dan zou de absolute duisternis zijn geweest, aards gezien. Maar daarna was u dus niet zomaar weer, oh ja, ik ben nu opgeknapt, revalidatie, hè? Daar gaan we weer. Nee, het was toch echt wel dat ik voelde van God heeft een missie voor mij. Daarom heeft hij me ook nog een leven gelaten. Maar het was echt een zoeken naar wat is dat dan? En daar waren toch wel moeilijke momenten bij dat ik het gewoon nog niet zag. Misschien ook zo niet zag zitten, zo de duisternis van, ja, waar is God, waar gaat het naartoe, wat wil hij van me? Ja. Dat je het ook niet meer weet. Een beetje zoals die blinde die natuurlijk het ook niet zag. Ja, inderdaad. En dat je dan ook voelt van dat je ontzettend veel geduld en vertrouwen en geloof moet hebben. En eigenlijk blind vertrouwen. Ja, een blind vertrouwen. En dat is iets heel bijzonders bij die blinde. Want hij blijft maar roepen. Hij zegt, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En niet één keer, want als de mensen hem snauwen te zwijgen, roept hij nog veel harder. Hij gaat gewoon door. Hij blijft maar roepen. Hoe lang, of eigenlijk wanneer bent u na die operatie, en 10 jaar geleden, wanneer kunt u zeggen, nou, wanneer is aan die tunnel een einde gekomen? Nou, eigenlijk op het moment dat ik wat meer helderheid kreeg in wat mijn nieuwe missie zou kunnen zijn. Ten eerste ben ik gevraagd of ik 3 maanden naar Brazilië wilde gaan voor een project te evalueren. Uiteindelijk was het dat ook niet. En daarna kreeg ik uitnodiging om in Nederland te komen werken. En eigenlijk daardoor kreeg ik wel zicht op van, nou ja, dat is een nieuwe bestemming, daar zie ik het einde van die tunnel. Maar al die jaren hebben mij daarop voorbereid. Zeker zin, in de duisternis was hij u nabij, zonder dat u hem direct zag en nabij voelde. Dat klopt, want hij heeft daardoor wel innerlijk aan mij zitten werken en mij op een of andere manier dieper doen geloven. Op een andere manier, maar wel het vertrouwen in hem en het geloof is nog dieper geworden. Bij die blinde vandaag in het evangelie horen we, als Jezus heeft gezegd, word ziende, niet dat hij dan zei, oh, nu ga ik werken, of ik ga naar mijn familie, of ik ga een huis bouwen. Nee, het enige, dus het eerste wat hij zag was Jezus natuurlijk, die voor hem stond. En daar staat dan ook, hij kon niet zien, hij volgde hem en hij verheerlijkte God. Hij wordt een leerling van Jezus. Kunt u zeggen dat deze duistere nacht, die jarenlang heeft geduurd, u een intenser met Jezus heeft verbonden? In zekere zin wel, maar vooral een heel groot vertrouwen dat echt door alles heen, door alle nachten heen, dat hij trouw blijft, dat hij echt trouw blijft. En hij vraagt dat blijkbaar ook aan ons, want tegen die blinde zegt hij, uw geloof heeft u gered. Ja. Het is werkelijk door het kruis naar het licht dat hij ons wil brengen. Ja. Dank u wel, zuster, voor dit getuigenis. Dank u wel.